Het ADO-journaal met een mooi klein boekje voor clubico Lex Schoenmaker. Welkom bij het ADO-journaal. We zijn in het Lex Schoenmaker kwartiertje. We staan naast Lex zelf, een heel mooi schilderij. Dus die hangt er dadelijk niet meer. Die hangt op burelen van ADO-journaal. Maar wij zijn hier voor een speciaal moment. Er wordt een boekje, zoals Lex zelf zegt, een boekje gepresenteerd. Kijken jullie mee? En, het is net als de wedstrijd, je moet op tijd beginnen. Dit kost je 25 euro in de spelerspot. Hé? Rinus is zelfs. Nee, die heb ik niet meer. dames en heren, hele goedemiddag. En welkom hier op deze bijzondere plek. In het bijzondere stadion natuurlijk. In het gezelschap van bijzondere mensen. En één bijzonder mens in het bijzonder. Want dat is natuurlijk de man waar het om gaat. En dat is Lex Schoenmaker. Wilt u alsjeblieft de telefoons uitzetten? Ik haat dat als de telefoons overgaan. Dus wilt u dat alsjeblieft uitzetten? Maar heel fijn dat u er allemaal bent. Vrienden, familie, kennissen, collega's. De pers natuurlijk, de verzamelde pers. En mensen die nog even net binnenkomen. We zijn hier bijeen gekomen om een boekje, mag ik wel zeggen, te presenteren vanmiddag. Over Lex Schoenmaker. En daar gaan we zo direct nog uitgebreid over hebben. Maar de man waar het om gaat staat natuurlijk naast me. En de allereerste belangrijke vraag is dan natuurlijk toch, Lex, op zo'n dag. Behalve 6 liter bloed, wat gaat er door je heen? Nou, een klein beetje trots toch wel. Dat er een boek aan jouw boekje aan jou gewijd wordt. Ja. Dus dat is, vind ik wel erg leuk. Ja. Ik werd net verwelkomd beneden door Corrie die zegt, het is maar een boekje hoor. Toen dacht ik, ja nee, laten we nou niet gelijk op zijn haast doen. Het is een boek. Het is alleen klein uitgegeven, maar het is wel een boek. Foto tevreden over de foto? Ja. Een paar lijntjes moeten weggewerkt worden, maar ja. Een beetje ijdel zijn we natuurlijk wel, Lex, dat hoort er ook bij. Een leven lang Lex, dat is de titel van het boek, Baas over de bal. We gaan zo meteen nog even wat vertellen uit het boekje. Onder andere een groot geheim wat onthuld wordt in dit boek. Gaan we zo direct openbaren. Een geheim wat volgens mij toch wel Den Haagse grondvesten zal doen schudden. Nou, een beetje wel, toch? Nee, het was een geheim. En nu niet meer? Nee, nu is het geen geheim meer. Nee, want het staat in het boek. En de aanstichter daarvan, ik ga het zo direct allemaal vertellen. Die zal het zo direct aan ons openbaren hoe het allemaal zo gekomen is. Voordat we naar het geheim toe gaan, zijn er nog een aantal mensen die ik graag het woord wil geven. Behalve Lex. Dus Maurice Stijn is hier. En Maurice, ik zag je net lopen, waar is daar? Dames en heren, geef een applaus. Maurice Stijn, ik geef jou een microfoon. Ja, ik vind het wel heel bijzonder dat ik hier vandaag al mag staan. Dat Lex het boekje kan. Het eerste boekje. Boek. Lex en ik kennen elkaar al zo'n 30 jaar. Ik was een jaartje of 8 toen ik met zijn zoon, die is er ook, ging voetballen. Er zijn onlangs wat leuke oude foto's op Facebook verschenen. En Lex is eigenlijk een rode draad door mijn carrière geweest. Hij heeft me als jong jochie al doorgetrokken naar een aantal selecties. Ik heb gedebuteerd onder hem in het eerste elftal. En 2 jaar geleden, toen het met Abteveld hier niet zo goed meer ging en mij gevraagd werd om het over te nemen, was ik binnen 5 minuten bij Lex boven op kantoor om te vragen of hij mij daarbij wilde helpen. Nou, dat was een heel mooi moment voor ons samen. Ook nu is hij nog heel belangrijk voor mij. Elke ochtend komt hij een kopje koffie drinken en de ene keer met een stroopwafel, de andere keer met een sausijzenbroodje. En dan wil ik hem eigenlijk in alles betrekken. Alleen, ja, het zie je hem ook dat ik eigenlijk alles altijd uit hem moet trekken. En hij geeft nooit ongepast en ongezouten zijn mening, terwijl hij dat voor mij wel mag doen. Dat doet hij niet, dat zie je hem ook. Maar aan de andere kant doet hij zichzelf, daar vind ik wel eens mee tekort. Want ik denk in onze ogen allemaal is het een geweldig clubicoon, een geweldige voetballer geweest. Goede trainer geweest, maar bovenal een fijn mens om mee te werken. En daarom vind ik het ook bijzonder mooi om hier te zijn. En, erbij te zijn dat jij je boek uitgereikt krijgt. Dus, dat wilde ik iedereen even mededelen. Dankjewel. Wat maakt het club nou heel bijzonder, Lex? Behalve dat je natuurlijk hier geboren en getogen bent. Je bent nog steeds hier vertegenwoordiger van de club. Wat maakt het allemaal zo bijzonder? Nou, bijzonder is dat je begonnen bent op 17-jarige leeftijd in het A1 elftal. Met een goed elftal, met Dick Advocaat en Aad de Mos. We hebben voor het eerst de beker gewonnen met ADO in 68. Dus dat geeft al iets aan. Nou, daardoor heb je een transfer verdiend naar Feyenoord. Daar heb ik 5 jaar gespeeld. Ja. Daarna ging de Europa in voor de zoveelste keer.
Nee hoor, dat was voor de eerste keer dat hij naar Europa ging. En die wilde hem graag terug hebben, toen hebben ze hem teruggekocht. Ja, dan ben ik bij ADO gebleven en ik ben, daarna ben ik gaan studeren. Later mijn diploma gehaald. Kijk, het verschil met tegenwoordig is dat je al heel jong je diploma kan halen. Wij konden het gewoon niet, wij moesten gewoon daar 7 jaar over doen. Ik wil niet zeggen dat je dan 7 jaar meer geleerd hebt, maar in ieder geval, je hebt er 7 jaar over moeten doen. En ja, ik ben bij ADO weggegaan weer. Ik heb 1 jaar hoofdtrainerschap gehad in 1993. Daarna ben ik weggegaan naar Saudi-Arabië, Emiraten, een beetje zwervend bestaan geweest. Ja, ja. In 2001 werd ik teruggevraagd. En ik zit tot al nu zit ik nog steeds bij ADO Den Haag. Ja. Dus we hebben heel veel hoogtepunten meegemaakt, maar ook dieptepunten. Ja. Dat is wel jammer. Maar toch een doodgewone jongen uit Transvaal uiteindelijk. Ja, de Avermos kwam ook uit Transvaal en advocaat ook. Dus wat dat betreft, je hoeft niet uit aan de andere kant van de laan van midden te komen om ADO trainer te worden. Even noteren jongens, dat hoeft dus niet. Lex, nou goed, in het boek staan van alles, dus ik zeg het, sappige anekdotes, mooie herinneringen aan jou natuurlijk. Een van de dingen die in het boek onthuld wordt, is het geheim, en daar gaan we nu even naartoe. Want het is mij altijd een hiaat gebleven in mijn herinneringen, hoe we nou in godsnaam erop zijn gekomen om jou sexy Lexie te noemen. Mensen in deze ruimte kennen allemaal de uitdrukking sexy Lexie. Uiteindelijk is die ook weer in onbruik geraakt. Ik weet niet precies waarom eigenlijk, Lex, weet je dat? Hoe bedoel je? Nou, dat hij ineens niet meer gebruikt werd, die term. Nou ja, op een gegeven moment moet er eerst wel een eind aan het woord sexy. Ik bedoel, dadelijk als jij ook in die leeftijd bivakkeert, dan denk ik ook niet meer dat jij lieve Jacques Brol wil worden. Dus, nou ja, ik moet zeggen, joh, er moet een eind aan komen. Ja, klaar gehad. En het was ook een onschuldige term, hè, sexy Lexie. Ja. Jaren daarna hebben we nog een dame gehad op de tribune, ik ga er niet al te plastisch over, over uitdrukken, die bij een doelpunt van ADO het truitje omhoog deed. Ja. Dat is toch van een andere tijd eigenlijk, hè, dan sexy Lexie, zeg maar zeggen. Ik denk dat dat een betere tijd is. Ja. En toch wel leuk dat die term sexy Lexie eigenlijk hier een keer langs de tribune is geroepen, tenminste in het South Park. En ik ga nu onthullen wie dat ooit geroepen heeft als eerste, want die kwam er namelijk mee. Dat was? Viola Holt. Viola Holt, dames en heren. Ze heette niet Viola Holt, ze heette Viola van der Mens. Toen was het nog Viola van der Mens. Viola Holt, mag ik een applaus, dames en heren, voor Viola? Ja, hij komt bij jou vandaan, hè, de term. Ja, ik was het glad vergeten hoor, want sexy op mijn leeftijd ook niet meer. Hoewel, ik was een van de Laan van Middenvoort, maar ik ging altijd met mijn vader mee. En dan moest ik de uitslagen opschrijven, dan kreeg ik een kroketje. Ik heb de mooiste wedstrijden gezien zonder te weten waar ik het deed. Voor mij is altijd nog nummer 1 Cruijff, want daar ben ik een avond mee uit geweest. Nooit met Lex. De vrouw staat erachter, dus die komt er nooit, dat doen we ook niet meer. Maar hij had wel een flair op het veld, met die wapperende haren. Toen was voetbal nog voor de verruwing, moet ik zeggen. En voor de close-ups waar je kon zien dat iedereen trekt en duwt, lijkt meer op rugby tegenwoordig. Maar uit die tijd stamt mijn voetballiefde, en zeker voor ADO, want ik ben geboren en getogen. We lijken allemaal ouder. Ja, nu helemaal. Viola, ik wil jou ook nog een boekje overhandigen. Ik vind het trots op dat je er bent gekomen. En uiteraard zien we jou aan het begin van het komende seizoen al hier terug op de tribune natuurlijk. Zeker, ja. En jij in deze box, hè? In deze box. Ja, in deze box natuurlijk, hier zo, in deze box. Box 1. Dames en heren, applaus voor Viola. En voor het onthullen van wat geheim. Nou, nu gaan we dan toch officieel het boekje overhandigen, denk ik, Lex. En daarna geef ik het laatste woord aan jou. Ja, jij zei zelf, het is een soort van, wat ze dan noemen, een toiletboekje. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou ja, zo heette die dingen. Ik heb er ook wel eens een paar van uitgebracht. Maar met name de foto's zijn toch wel fantastisch om te zien. Ja. Daar hebben ze wel toestemming voor moeten vragen. Want we hebben al een keer last gehad met de foto's van Guus de Jong. Dus wat dat betreft... Ben ik blij dat het nu allemaal afgevinkt is. Dat is prachtig, Guus. Dankjewel dat je dat hebt toegestaan. Dit is één van de vele foto's. Zit er nog een foto bij waar je zegt van, nou, dat vind ik eigenlijk een hele mooie, doeltreffende foto, om het even zo toepasselijk te zeggen. Die is leuk, hè? Die foto met Aad is erg leuk. Ja. Die wil ik even zien. Ik, dames en heren. Een foto met Aad Mansveld, overleden in 91. En ook dat staat in het boekje, want de hoogte- en dieptepunten staan in het boek vermeld. Goed, ik ga het boek officieel overhandigen aan Lex. En ik loop er ook even naar achter, want ik heb er ook nog eentje voor Corrie. Want ik vind dat Corrie er eigenlijk ook een moet hebben, toch? Vind je niet? Nou nee, dat hoeft niet, want die lees je van mij wel. Dan krijg je het ook voor 5 euro, dus als de mensen zien die je boekje willen hebben. Je gaat lekker met Corrie in bed lezen vanavond. Ja. Goeie tijd, slechte tijd. Slaapverhaaltjes, heerlijk. Lex bij deze.
onwijs gefeliciteerd. Dank je wel. En ja. Applaus, want ik een staande ovatie van Lex Schuma. Allereerst wil ik Sjaak natuurlijk bedanken, Maurice en Viola, dat ze de moeite hebben genomen om hierheen te komen. Verder wil ik Kees en Karin bedanken voor het openstellen van de unit. Het is wel uniek dat dat gebeurt. En verder wil ik alle medewerkers, laat er niet een misverstand over bestaan, dat die aan het boekje meegewerkt hebben. Hartstikke bedankt. Ik vind het hartstikke leuk. Voor 15 jaar... Of 15 boekjes worden eruit gegeven, waarvan ik de eerste ben. En iedereen hartstikke bedankt. En we hopen nog een jaar of 15 door te gaan. Minimo. Bij deze. Staat in het boek. Hartstikke fijn dat u erbij was, alvast een van drankje. En graag tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel, Sjaak. Zo. Mijn beste vriend? Ja, je moet er eerst zetten. Als dat zo is, hè. Anders gaan we het niet. En dan, ja, ik weet niet. Dat zit te verlopen nog wel in. Ja? De geest valt. Lex, signeersessie, nou ja, veel mensen die komen en dan zijn ze bezig met je en jij voor iedereen wat leuks erbij zetten. Ben je een beetje trots? Ja, het is natuurlijk altijd wel iets waar je trots op kan zijn. Ik bedoel, het is zo snel gegaan, je weet nog ineens dat het eigenlijk zo snel gegaan is. Het boekje maken. Het boekje maken en je leven ook. Ja. Ik bedoel, zo ben je trainer en zo ben je adviseur of wat je het ook, hoe je het ook wil noemen. En die blijft nog altijd al naar de dag verbonden. En ja, dat is eigenlijk zo snel gegaan. En dan ineens zie je van, hey, dan wordt een pocketboekje gemaakt. En dan ben ik dan de eerste die daar voor uitgekozen is. Dus op zich natuurlijk een hele ja. Ja, want eigenlijk, ik vind altijd dat je een beetje, niet ondergewaardeerd, want je blijft natuurlijk een icoon, maar... Er gebeurde weinig met de know-how van Lex. En dat is nu wel meer geworden, toch Lex? Het is wat meer geworden, omdat natuurlijk, je hebt het al in het begin kunnen horen, dat Maurice daar heel erg tevreden over is. En het is natuurlijk niet niks als je een jonge trainer bent en je staat zomaar in de eredivisie en je moet adem behouden voor de eredivisie. Hè, dat is natuurlijk al lastig zat. En dan in het begin lopen nog twee van je beste spelers weg. Naar de Euroleague, ja, dan weet je gewoon dat je het lastig wordt. Nou, en dan moet hij iemand hebben, ik noem dat altijd de handvaten, waar je op kan rekenen. Waar je niet altijd gelijk bij hoeft te denken van, joh, daar steekt iets achter. Die zit op mijn baantje. Nee. Ik bedoel, die baantje heb ik zelf al genoeg gehad. Ik ben lang genoeg hoofdtrainer geweest en ik ben ook drie keer hoofdtrainer waardig geweest. Dus ik weet wel hoe de hazen lopen, maar... Het belangrijke voor hem is dat hij altijd daar op kan steunen. En natuurlijk ben je als hoofdtrainer, hè, tussen aanhalingstekens, verantwoordelijk voor het rijlijn zeilen van het eerste elftal. Maar soms heb je ook wel eens, wat dat betreft, pechmomentjes. Nou, die zijn er dit jaar ook geweest. En er zijn ook wel goede momenten geweest. Hè? Want we hebben met z'n allen lopen gillen. Toen adem won van Feyenoord uit. En nu is het zo dat, nu mag je blij zijn dat iedereen eraan meegewerkt heeft, dat ADO weer bouwd is voor de eredivisie. Want met alle kritiek van wie dan ook, daar kan ik soms wel wat mee, maar niet altijd. Want je begint zelf over Maurice. Maurice is in het diepe gesprongen als hoofdtrainer. Ik vind het ook knap. Maar als je terugkijkt, heeft hij het goed gedaan? Of denk jij van, had dit en dit beter kunnen doen? Of vind je dat hij het gewoon goed gedaan heeft? Dat zijn altijd wel dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Dat is gewoon zo. Maar je bent vaak
moet je momenten kiezen in een seizoen waar je moet pieken. Nou, en dat hebben ze in sommige wedstrijden hebben ze dat nagelaten, omdat ze konden dat niet. En sommige wedstrijden ging dat heel goed. En dan, ja, dan moet je op voort kunnen beduren. Ja. En als je dan als je tegen Feyenoord uit met Wesley en John Vuk in de voordeur speelt en je speelt op het laatst met een andere rechtsbuiten, een andere spits. Ja, dan weet je gewoon dat je alweer kwaliteit in hebt moeten leveren. En dat is gewoon het hele verhaal van dit jaar geweest. Hebben de meeste supporters te veel verwachtingen gehad na zo'n succesjaar? Natuurlijk, maar ik denk ook dat je vanuit de club zelf dit had aan kunnen sturen. Door te zeggen van, joh, luister eens, we hebben een uitstekend seizoen gehad. Alles viel op het juiste moment. De bal ging tegen de paal of ging erin. En nu, met dit seizoen hebben we een heel andere selectie. We zijn heel veel doelpunten kwijtgeraakt. Dus we zullen ons aan moeten passen. En alles wat we meenemen dit seizoen, dat is meegenomen. En we moeten dan maar ons focussen op het seizoen erop. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet altijd tegen supporters zeggen. Want die willen graag iedere week, of iedere 14 dagen in ieder geval. Ja, is maar één ding dat ze willen zien. Dat is ADO strijdend of winnen. Of soms wel strijdend ten onder zien gaan. En dat is vaak hun manco van die supporters. Ja, ja, ja. Ze hebben soms wel eens ook gelijk, hè? Je moet ten alle tijden achter je club blijven staan, toch? Ja, dat vind ik ook, ja. En ik vind, dan moet je het, je moet dingen kunnen scheiden gewoon op het privé of in het zakelijk. En okay, ik vind wel dat ADO altijd een hele grote kern van hele goede supporters gehad heb. Ja, en dat zijn hele kritische supporters, maar dat doen ze al jaren. Toen ik voetbalde waren ze daar. En toen ik trainer was waren ze daar. En ik ben nou geen trainer meer. En ze zijn er nog. Ja, precies. Dat blijft altijd. En dat is ook niet uit te roeien. Nee, maar dat is ook het imago van de club. Ja. En de sterkte ook van de club. Belangrijkheid van die supporters. We sluiten in ieder geval het seizoen goed af met een boek over Lex. Dat is zeker. Een boek gaat nog niet dicht, hoor. Juist. We gaan eventjes wel aan Lex weer signeren. Want ja, je begrijpt het wel. Het is al een rij. Tot dan de Brinoort. Tot dan de Brinoort. Ja. Ja, ze staan een paar met een rood-wit shirt ook bij me. Ja, dat mag, hè. Ja, Finito? Ja. Oh, ja. Maar van die mensen. Dat is wel leuk.